Welkom bij Vera D. Vandaag een cardio-workout, een lies-workout voor zij die niet goed meer te been zijn of zij die zwaar ziek geweest zijn, voor jong en oud. Laten we starten met stappen op de plaats. Stappen op de plaats. Krachtige armen of handen op je heupen. Lies workout voor zij die slecht te been zijn of evenwichtsproblemen hebben. Gaan zitten op de stoel. Anderen staan recht en stappen rechtop. Oké. Laten we marcheren. Handen op je heupen of krachtige armen. Laten we starten met wijd en smal. Wijd en smal. 30 seconden. Wijd en smal, krachtige armen. Wijd en smal. Uit, uit, in, in. Uit, uit. In, in. Stappen op de plaats, 20 seconden. Rust. Zij stap tik. Tap zijwaarts. Armen, rek en trek. Rek en trek. We zijn 2 minuten bezig. Goed zo. Is dit te vermoeiend? Handen op je heupen. En stappen op de plaats. Krachtige armen. Tap zijwaarts en sla je arm rond je buik. Goed zo. Sla je arm goed rond je buik. Is dit te zwaar? Handen op je heupen. Stappen op de plaats. Volgende. Hoge knie en tegengestelde arm omhoog. Hoge knie, tegengestelde arm omhoog. Of alleen knie omhoog. Ja, jij kiest. Respecteer je lichaam en wees blij met wat je vandaag wel kunt. Hoge knie en druk op. Schouder drukken. En stappen op de plaats. Nu gaan we een schop doen. Een schop naar voren. Laten we starten. Ja, schop naar voren. Schop naar voren. Tegengestelde arm, krachtige armen. Schop uit. 4 minuten. We zijn goed bezig. En stappen op de plaats. Krachtig stappen,
Probeer je rug zo recht mogelijk te houden of leg een kussen achter je rug om. Ontspannen, stappen. Aansluit pas naar voren. Stap voor, voor, achter, achter. Stap voor, voor, achter, achter. Herhaal op de maat van de metronoom. Voor, voor, achter, achter. Aansluit pas naar voren, sluit aan en terug naar achteren. Laatste twee. En terug stappen op de plaats. Stappen op de plaats. Handen op je heupen of krachtige armen. Respecteer je lichaam. Wees blij met wat je vandaag al wel kunt. Of nog kunt doen. Oké. V-pas. V-pas en voor, voor, achter, achter. Stoot, stoot, onder, onder. Stoot, stoot, onder, onder. Uit, uit en terug in. Stoot, stoot, onder, onder. Stoot, stoot, onder, onder. En stoot naar onderen. En stappen op de plaats. 20 seconden. Vier knie. 1, 2, 3 en 4. En wissel. 1, 2, 3 en 4. 1, 2, 3 en 4. Al 7 minuten zijn we bezig. 3 en 4. 1, 2, 3 en 4. Wissel. 1, 2, 3 en 4. En stappen op de plaats. Rust. Nu gaan we de moeilijke doen. Twee knie. 1, 2, schop voor en knie. En wissel. 1, 2, schop voor en knie. Twee knie. Schop voor en knie. De moeilijke. 1, 2, schop voor en knie. Herhaal. 1, 2, schop voor en knie. 1, 2, schop voor en knie. 1, 2, schop voor en knie. Stappen op de plaats. 8 minuten. Nog even. Tap zijwaarts. Om en om, rechts en links. Armen naar voren en zijwaarts. Voor en zij. Voor en zijwaarts. Voor en zij. Voor en zijwaarts. Doe zo verder. 30 seconden. En 20 seconden stappen. Laatste maal. En stappen op de plaats. Volgende is een hak voor. Ja? Hak voor. En arm zwaai naar voren. Hak voor. Dertig seconden. Volhouden. En dat zal de laatste oefening zijn. De hak voor. En stappen op de plaats. Zo,
De workout is ten einde. Hopelijk vond je het leuk. Blijf nog even doorstappen. Halve tempo stappen. Halve tempo. Hartslag verminderen. Rug recht. Gebruik desnoods een kussen achter je rug. Schud je benen uit. Schud je armen uit. Laten we een laatste maal inademen. En uitademen met een schouderrol naar achteren. Zo, de workout is ten einde. Een workout voor zij die slechte been zijn, die evenwichtsproblemen hebben of die herstellen van een zware ziekte of ongeval. Zo, hopelijk vond je het leuk. Duimpje op en tot de volgende. Dag!